Lijn Departure Warning waarschuwt je wanneer je op het punt staat onbedoeld een doorgetrokken of onderbroken streep te overschrijden, met behulp van een camera op de voorruit. Zodra de functie is ingeschakeld, ziet u grijze streepaanduidingen links en rechts op het instrumentenpaneel samen met dit controlelampje. Als de camera geen doorgetrokken of onderbroken streep of een kant van de weg detecteert, blijven het controlelampje en de strepen grijs. Als er wel een streep wordt opgemerkt, zijn het controlelampje en de streepaanduidingen wit. Als de camera slechts één streep waarneemt, ziet u een witte streep op het instrumentenpaneel. Let op, deze detectie werkt bij snelheden tussen 70 en 180 km per uur. Wanneer u op het punt staat per ongeluk een streep te overschrijden of uw voertuig dicht bij de kant van de weg komt, zonder dat de richtingaanwijzers zijn ingeschakeld, worden de betreffende streep en het controlelampje Lijn Departure Warning rood. Het systeem vraagt u ook om actie te ondernemen door middel van een trilling in het stuurwiel. Als u de Lijn Departure Warning wilt inschakelen, drukt u deze knop in totdat het bericht Lijn Departure Warning ingeschakeld verschijnt. Dit controlelampje en de grijze strepen links en rechts bevestigen dat de functie is ingeschakeld. Als u dit rijhulpmiddel wilt uitschakelen, drukt u deze knop nogmaals in totdat het bericht Lijn Departure Warning uitgeschakeld verschijnt. De aanduiding en de strepen verdwijnen van het instrumentenpaneel. Voor uw rijcomfort kunt u enkele parameters van de functie aanpassen, zoals het trillingsniveau van het stuurwiel en de gevoeligheid van streepdetectie. Selecteer op het EasyLink scherm Instellingen, Voertuig, Rijhulpmiddelen, Rijbaan. U krijgt dan drie gevoeligheidsopties: laat, standaard en vroeg. Als u de gevoeligheid instelt op laat, wordt de streep alleen gedetecteerd wanneer het voertuig eroverheen gaat. Bij de instelling standaard krijgt u een waarschuwing als het voertuig de streep nadert. Bij de instelling vroeg krijgt u een waarschuwing wanneer u dicht bij de streep bent. Denk er tenslotte om dat wanneer u het voertuig opnieuw start, het waarschuwingssysteem rijbaan weer dezelfde instellingen gebruikt als toen de motor werd uitgezet. Dus als u de functie hebt ingeschakeld, is deze weer actief wanneer u de motor weer start. Om de juiste werking van het waarschuwingssysteem rijbaan te waarborgen, is het belangrijk om de camera en de voorruit goed te onderhouden en schoon te houden. De functie kan tijdelijk niet beschikbaar zijn wanneer er weinig zicht is of als er scherpe bochten in de weg zitten. In dat geval zijn de strepen en het controlelampje grijs. Let op, het rijbaanalarm werkt niet in de achteruitversnelling. We raden u aan de functie uit te schakelen wanneer u een gebied binnenrijdt met afwijkende wegmarkeringen, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden. Als het controlelampje en het bericht frontzichtcamera controleren verschijnen, heeft de Lijn Departure Warning een storing vastgesteld. Neem contact op met uw Renault garage om het probleem op te lossen. Denk er tot slot, omdat de Lijn Departure Warning geen reden is om minder alert te zijn tijdens het rijden. Let altijd goed op de verkeersomstandigheden en uw omgeving.